experience backstage access, meet the pros, and explore muscle building insights. VNMTV, the latest bodybuilding news. Goedemorgen, dames en heren. Het is nog heel vroeg. We zijn hier zo met de crew van VNMTV bij de sportschool van Peter Kneteman. En nee, die staat naast hier. We zijn training komen filmen met Steven de Wind. Die is momenteel aan het opwarmen, bankdrukken. Steven is in voorbereiding voor de Arnold Classic in Columbus, Ohio. Over 3 weken. Peter zal zo meteen zijn training een beetje begeleiden. Peter, even een beetje groeten voor de volgers van VNMTV en alle deelnemers hier zo en mensen die in Kneteman trainen. Goedemorgen, we gaan in de kern tegenaan vandaag. Ik hoop dat jullie veel plezier zullen beleven van het filmpje. We doen ons best zoals altijd en ik hoop dat het leuk wordt. Dankjewel. Lekker bakkie, Marvin. Dat heb ik nodig. Hey Steve, hoeveel weken ben je op dieet? Nou, ik ben iets van 8 weken weer teruggepakt. Vanaf toen waren van de lastenbestrijd in december. Ben ik even 2 weken rust gehad. En daarna die dieet op tot nu toe zo lang gehouden. Vandaag laag? Vandaag laag, ja. Al 2 weken. 2 weken laag? Ja, zit ik laag. Vis, kip, kip, vis. Vis, kip, vis, kip, 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 vis. Met broccoli. Steven is ook rapper. Vis, kip, 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 vis, vis, kip, kip. En hij is nog steeds sterk. En hij lacht ook nog. Ja. Oké. Okay. Daarnet hadden we over de variatie van je kip en je vis, weet je. Wat ook heel belangrijk is, dat je vaak probeert moet proberen te variëren met je kruiden, weet je, je sausjes en verschillende soorten groenten erbij. Momenteel in Vitamins and More heb je deze sausen. Allemaal verschillende lekkere. Vroeger had je alleen maar barbecue saus, weet je. Ronnie Coleman met zijn barbecue saus, weet je dat we kunnen herinneren. Nu heb je deze sausen van Vitamins and More. Verschillende smaken. Ja, gewoon het proberen waard, hè. En deze sausen bevatten geen calorieën, geen vetten, geen koolhydraten, nog cholesterol. Dus het perfecte om gewoon low te kunnen blijven. Ze smaken even lekker als de normale saus in de winkel. Maar geen calorieën, geen vetten, geen koolhydraten. Geen cholesterol. Als jullie het opgevallen kunnen jullie zien dat Steven met een wijde grip is begonnen. En vervolgens nu lager, maar met een smallere grip. Hey, dat komt me heel bekend voor, weet je. Van wijd naar smal. Even goed checken. Check de trainingsfilm die met Willem Jong maakt. Ja, hoe zit de jongens met kans in Amerika? Jij hebt jezelf al bewezen in Amerika. Je bent een keer vierde geworden. Dus jij en Steve, ja, zijn toch wel grote talenten. Ik hoorde dat de wedstrijd wel zinnig is. Het zal moeilijk worden, maar ik hoop dat jullie allebei bij succes mogen eindigen. Dan zijn we natuurlijk uiteraard heel erg tevreden. En zo, dat geloof ik ook, dus dat kan. Of gebeurt is een tweede, maar ja. Ik ga er vanuit. De mogelijkheid is er, ja, inderdaad. Dat stel was in 2008. Had ik een mooie vierde plek. Vele weten niet, ik stond eerst derde plek in de halve finale. En op de finale werd ik door een Amerikaan ineens op vierde plek gezet. Dus ja, die revenge is er nog steeds, hè. Maar ja, we zullen zien. Het is echt een wedstrijd met jongens die allemaal EK's en WK's hebben gewonnen. En ja, laatste wedstrijd ook nog in Spanje. Stonden er WK's, top 3 jongens daar zo. Die niet eens in de top 6 waren. Dat je kan voorstellen hoe zwaar het niveau is, hoe hoog niveau het nou is. Dus, maar ja, we zijn niet bang voor ze. Tijd hebben we bang voor onze kleur. Dus we doen onze ding gewoon. Ja, we gaan ervan uit dat ze toch in de finale komen. Zoals ik zeg, ik ben altijd te positief. Dat zit in mijn instelling en daar hou ik van. Als je ervan uitgaat dat ze niet in de finale komen, ja, dan hebben ze daar dus niks te zoeken in de huidige top. Dus het stond er voor een cent. Dus we gaan voor een finale plaatsen. Iedereen gaat om te winnen. Dat, daarvoor doe je, daarvoor train je. Juist. Maar we hebben respect ook tegen de andere atleten. Dat zijn geen kleine jongetjes. Maar je traint je één. We trainen hard. We doen al ons huiswerk om daar goed te komen te staan. En we gaan gewoon voor top 5. Maar nummer 1 wil ik graag zijn.
Iedereen gaat er komt er binnen. Ja, een feestje vieren. Ja. 100% gerecht. Gaan we doen? Ja. Kom maar. Hop. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
Huid is helemaal dun. Ik ken Steven al een hele lange tijd en ik moet gewoon toegeven, dit is gewoon zijn beste shirt die ik ooit heb gezien. Ja, het is echt zijn beste shirt. Ja, maar dit wordt Steve's jaar. Heb je overwezen of Julian Bergman? Want jij had moeten winnen, dat hij zei. Dus dit gaat zijn jaar worden. De kwalificatie was het belangrijkste in mijn mening. Weet je, dat heeft hij gehaald. En weet je, en nu in Amerika waar het echt telt, weet je, gewoon bab knallen en ja, die proflicentie is gewoon een formaliteit in mijn mening. Het gebeurt toch wel als je tijd is, ja toch? Ja. Alles op je tijd. Het is jaar geduldig geweest. Haar nog 8, 9, 10, 5, kom op. 1, 2, kom aan. 3, kom op. 4, laatste, uno, 5. Op, even kijken. Kabel is tegen gejas. Je hebt aanbiedingen voor deze maand. We hebben altijd aanbiedingen. Vertel. Je kan hier nu voor een heel jaar, €199 kan je bij ons trainen, per jaar. We hebben geen inschrijfgeld, hebben we nooit. We hebben begeleiding, sauna's, schoenblessen, alles is inclusief. Dus niet vanaf, maar €199. Kan je het hele jaar trainen met kampioenen. Dat is de aanbieding. En begeleiding? Met begeleiding, uiteraard. Okay. Jullie zijn welkom. Ineens gym, daarna Zedestraat 1A. Ik zie jullie. Al jullie vragen, jullie zijn welkom. Genoeg medewerkers en ik ben er ook bijna altijd. Ik ben er toch. Dat was een leuke training geweest met Steven de Wendt in sportschool Kneteman. Kneet, even in het kort, hoe lang doe je dit altijd? Wat trainen? Of begeleiden? Wat? Trainen, begeleiden, sportschool eigenaar. Ik sport mijn leven lang al. Vanaf mijn 8e ben ik aan het judo geslagen. Ik ben met 18 jaar gaan trainen, gaan bodybuilden. En dat doe ik al vanaf mijn 18e, 19e. Ik word nu 62 en doen we nog steeds elke dag. Sportschool heeft wel 35 jaar. Maar het opbouwen van de sportschool dat komt niet alleen door ons, dat komt door jullie allemaal. Dat hebben we atleten, hebben daar aan bijgedragen natuurlijk. Door, wedstrijden zijn leuk en die gasten die hebben mij ook gestimuleerd. Het is een wisselwerking. Natuurlijk een cirkel. Jullie helpen mij, ik help jullie. Het is gewoon, met z'n allen, in eentje kan je het niet. En dat, ja, ik heb er nog steeds plezier in. En zolang ik dat plezier heb, ga ik ermee door. Helemaal met je eten. En kijk, een ervaren sportman, wat is jouw mening over bodybuilding? Bodybuilding, ja, ik vind het fantastisch. Anders had ik wel een andere sport gekozen, maar ik vind het helemaal super. Ik was van jullie zelf aan al helemaal in de band van mooie fysieke, mooie spieren, sportmensen eigenlijk. Ja, dat heb ik nog steeds en ik vind het een supersport. Daarom haal ik het ook lang vol. Als je dat niet hebt, ja, dan kap je na een paar jaar. En ik vind het nog steeds helemaal. Ik vind het gaaf om die gasten. Dus kunnen jullie scoren nog steeds? Dus als jullie scoren, vind ik het helemaal leuk natuurlijk. En heb je nog wat tips voor onze jonge kijkers? Ja, weet je, het is, je weet zelf wel, er zijn niet veel bijzonderheden. Het is gewoon allemaal, het is doorzettingsvermogen nummer 1. Talent, genetisch, dat kan je niet beïnvloeden. Maar als je doorzet, ook heb je mindere fysiek en je bent een doorzetter, kan je toch wedstrijden gaan doen, kan je toch prijzen winnen. Je zal misschien nooit een superkampioen worden of een wereldkampioen, maar titel vind ik zal wel kunnen. Als je kwestie van doorzetten, dat weet je zelf. Dus zwaar trainen en met dieet. Er zijn maar weinig sporten in de wereld die die combinatie hebben. Als bodybuilding er één van en ik denk als je doorzettingsvermogen hebt, dan kan je heel ontzettend. Jullie hebben het gehoord van 35 jaar ervaring. Kneep, nogmaals bedankt voor deze mogelijkheid. Jullie bedankt. Bedankt. Dat moet de sportschool even mogen gebruiken. Ik wil even iets zeggen voor Jonathan, wat hij voor jullie doet, ook qua sponsoring en qua voeding. Dikke pluim, zie je nog maar weinig. Ze willen allemaal wat een potje eiwit geven in die branche, alle sponsors.
En, maar wat hij doet voor de sport en voor jullie in het algemeen, te gek voor woorden. Daar ben ik helemaal trots op. Dus ik wens hem ook veel succes in Brazilië. Ik hoop dat hij daar ook in de top 6 zit. Thank you. Fuck you. 9, 10. En nu shirtje uit? Ja, shirt uit. Alleen heb ik een topkaartje eroverheen. Maar we hebben weer een half aan. Ja,